Een hele goede morgen, lieve vrienden. Weer van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Straks komt Astrid weer. Die blijft vanavond natuurlijk zelf weer bij me eten, gezellig. Ik moet vanmiddag ook naar de huisarts. Ik weet het tijd niet eens aan mijn hoofd. Ah, er staat een briefje. Wat was? Dat briefje heb ik ergens. Ja, ik heb hem al. Om 15:50, dus 4:10. Moet ik bij hem wezen. Krijg ik een injectie in mijn rechterknie. Maar laat het jullie lekker niet zien hoor. Nee. Nee, dat ga ik jullie niet aandoen. Want ik zelf vind dat een pijnlijke injectie, want het is een cocktail. Dus ja. Ik weet ook niet hoe vaak ik vandaag zal filmen. Weet ik ook niet. Ik kan best wezen dat het bij 1 blijft, hooguit 2. Ja, nou, daar ligt mijn liefdallig hondje maar niet heus. Want die heeft alweer op zijn sodemieten gehad. Want in weer een onbewaakt ogenblik, hij lag te slapen, hij lag te dromen dat ik naar de douche ging. En nog geen 5 minuten later, ja zo, was meneer alweer druk bezig aan zijn staart. Ja, nou ja, ik wist dat nou te veel, dus dat valt niet te zien. Maar weer tot bloeders aan toe. Dus ja, dat vind ik niet leuk. Nee, vind ik niet leuk. Hij misschien wel, maar ik niet. Ja, mijn koffiewater. Ik ga de koffie niet schenken. Dus. Zo, lekker bakje koffie. Ik heb al vlees eruit staan voor vanavond. We eten schouderkarbonade. Wat ik erbij neem, weet ik nog niet. Maar dat merken we dan wel weer. Ja. Zo. Dat is dan bedieningen even bij elkaar op de telefoon van mij. Schoonmoedertje, ja, die ligt gewoon bij me, alsof die iedere dag over zou gaan, maar dat gebeurt dus niet meer. Nee, maar ja, oké, er zat nog wel bel te goed op of de belker is mee, maar voor de rest ook niet. Nee, ik zou niet weten hoe, wat, waarom. Er staan maar een paar mensen in en de meeste ken ik niet. Nee, eentje ken ik wel, dat is ook een vriendin van mij, maar doet er niet toe. Nou, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik weet niet wat jullie doen moeten. Misschien ook naar het ziekenhuis of ook naar een huisarts of weet ik veel wat. Ja, iedereen heeft wel eens problemen met zijn lichaam of wat dan ook. Het is vandaag wel weer triest. Het is bewolkt. Dat er elk moment regen kan komen. Ja, er is niks aan. Helemaal niks aan. En ik heb de tomaatjes voor Mitchell in een bakje voor het raam staan nu. Ik kan het verder rijpen. En ja, we zien wel wat de dag verder ons brengen gaat. Dus ik zou zeggen, tot de vlog. Ja, ik zie jullie. Hallo lieve vrienden, ja en wat ik al had verwacht is dus wel gebeurd. Astrid die is dus geweest, ik heb niet gefilmd of wat dan ook. Ze is nou net weer weg, ik ben naar de dokter geweest, ik heb een injectie gekregen in mijn knie. En daar ben ik nou ja, lichtelijk beroerd van en wat wankel op de benen. Wordt nog wankel op de benen, maar nou wat erger. En ja, we wachten wel af en met 3 dagen zal het weer helemaal over zijn. Zal ik wel weer op en top zijn, hopelijk, als er niks anders tussen komt. Dit is dus mijn tweede filmpje voor vandaag en ik weet ook niet even wat ik allemaal zeggen moet en verzinnen moet. In ieder geval, mijn hondje is buiten met zijn muilkorf om. Mijn kleine zwart-witte die zit hier vlak voor me. Die zit erdoor. Komt er dichterbij. En waar mijn prinses is, weet ik ook niet. En mijn rode, die is buiten. Ja.
Want straks moeten hun nog eten. Wij hebben al eten. Het is nu 7:30. Ik ben altijd met Astrid vroeger. En met Christie ook vroeger. En ja, dan moeten hun nog te eten hebben. Maar het is nou ook hun tijd. Ja, daar komt mijn hondje alweer aan. Dus dat is eventjes er naartoe. Kom te maar. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kikaboe. Kom hier binnen? Nou dan niet. Ik weet wel dat je straks wel wil. Kom eens. Kom eens. Nou. Dat is wel zielig, hè? Goed zo. Ja, mal hondje. Oh, gosje, dikkie doosje. Hé, mal hondje. Ja. Oei, nou, moet je niet naar buiten gaan? Jullie willen toch eten? Dat dacht ik. Kom dan. Jullie willen toch eten? Oh, nou ja. Lieve vrienden, ik ga sluiten. Want ja, ze moeten wel binnenkomen, vind ik. Simpel zat. Dus ik zeg, tot later. Een hele goede middag, lieve vrienden. Van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en we zijn binnen. En dat met mooi weer. Ja, de deur is hier even wat dichtgewaaid. Dan hebben we dat weer. Het is vandaag 15 september. En we leven 6 minuten over 12. Ik was net met mijn lunch bezig. En we gaan vanmiddag weer on tour. Want er is een of andere rommelmarkt of zo in een andere wijk. Waar ik gewoond heb met mijn mannetje. En als een museumhaven. Cape Holland, laat me zeggen. Het hele bedrijf gebeuren. Waar het ook die onderzeeboot staat als museum. Daar is een of andere stormbaan voor kinderen. Daar gaan we ook even naartoe. Dus ja, gezellig dus, zou ik zo zeggen. En hoe het met mij gaat, praat me niet van. Doet er niet toe, maakt niet uit. We gaan gewoon door. Ja hoor. Dus ik ga koffie lekker inschenken. Zo. Is dat ook weer gedaan? Ja toch? En dan zal ik even een broodje klaarmaken. En dan ga ik de boel klaarmaken. Te vertrekken. En dan laat ik hem nog even eten. Ze zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, ik sta startklaar, zoals jullie het zien, dat we gaan rondoor, kijken wat er in de andere wijk te doen is. Ik zal gelijk kijken of ik daar een mooi, klein, gezellig, leuk lampje vind voor op mijn bureau, want die er nou op staat. Daar kan ik niet of ik zo'n lamp bij vind, zo'n bolletje. Dus ja, allemaal veel te vuil en dat hoort niet in zo'n lamp. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Wat jullie te zien krijgen. Doei doei.